Algemene beschouwingen, begrotingsbehandeling, Twan Stiphout van het CDA in Boksmeer. Hoe is eigenlijk de financiële positie van de gemeente? Die ziet er op zichzelf rooskleurig uit. In die zin dat we geen extra bezuinigingen hoeven te doen. Het enige wat een zorgpunt is in het algemeen is zeg maar, dat wij heel veel industriegrond en bouwgrond hebben voor huizen te bouwen. En daar moet iets aan gebeuren. Dus dat betekent eigenlijk heel simpel grond verkopen. Om onze geschulde positie terug te brengen. Dat is eigenlijk ons grootste zorgpunt en dat is ook algemeen gedeeld in deze gemeenteraad. En de ogen van de VVD kan alles financieel natuurlijk beter. Onze schuldenpositie is gewoon te hoog hè, met 141%. En daar moet zeker iets aan gedaan worden. Maar we hebben de bezuinigingen eigenlijk al achter de rug. We zijn gewoon weer aan het in evenwicht. En de begrotingen sluiten, dat is heel erg belangrijk. Dus voor de toekomst ziet het er gewoon weer stukken beter uit. We hebben een sluitende exploitatie, ook meerjarig. Maar ja, dat is mijn collega Jeuver Straten, die heeft er net alles over verteld. Dus op zich zijn we best trots op deze begroting. Waar liggen voor de VVD de accenten als je het over het geld hebt en over de plannen? Nou, de accenten liggen nu bij de decentralisaties. Die moeten gewoon goed uitgevoerd worden. Niemand mag buiten de boot vallen. Alle zorg moet geleverd blijven worden. Dat moeten we voornamelijk waarborgen. En zorgen dat die schuldenpositie omlaag gaat, dat zijn de accenten. Ja, dat kwam in alle stukken kwam dat van de diverse fracties terug. En de ene gaat er wat verder, wat dieper op in, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. We moeten grond verkopen. Is ook onderkend in de begroting zoals die door het college is genoemd en opgeschreven. Dus in die zin ook geen verrassing voor hun dat wij dat vinden. Nou, we zitten dus vooral met de transities. We moeten afwachten wat de transities ons gaan brengen. We hebben zojuist, heb ik de mededeling gedaan, dat inderdaad Pantijn stopt met de dagopvang. Wij worden daarvoor verantwoordelijk vanaf 2 januari. 2015 is een overgangsjaar. Maar goed, we kunnen dus nu geen beroep meer doen op Pantijn. Want Pantijn zegt, ja, we tekenen gewoon de contracten niet. Om voor ons moverende redenen. Maar goed, wij zitten wel met die mensen waarvan wij de plicht hebben om ze ergens onder te brengen. Ik heb net gezegd dat wij alles op alles zullen stellen om op 2 januari deze mensen een andere goede plek te bieden. Dus dat is een duidelijk accent en dat heeft zijn opbrengsten voor de langere termijn? Nou ja goed, je hebt een industrieterrein van 40, 50 hectare liggen en daar heb je een programma gemaakt van ik wil ieder jaar x hectare verkopen. En ja, dat probeer je dan te realiseren als gemeente. En in deze tijd waar je, als je straks goed geluisterd hebt, een hele heel de provincie Noord-Oost-Brabant, niet de hele provincie, maar een heel Noord-Oost-Brabant, worden 9 hectare verkocht. Dan doen wij het met 10%, met 0,9 hectare nog relatief goed. Niettemin is nog steeds te weinig. Ja, dat is zeker belangrijk. Waar we er ook bij aan moeten denken dat we gronden gaan verkopen. En vandaar ook onze motie voor die actieve professionele acquisitie. Waarbij we dan graag zien dat er iemand komt met een groot netwerk die goed in staat zal zijn om zijn gronden aan de man te brengen. Want Boksmeer heeft veel te bieden, ook voor nieuwe ondernemers. Hoe schetst u de sfeer van de onderhandelingen, het vergaderen tot nu toe? Heel goed. Ik bedoel, als je een motie, wat was het, een motie van blijheid, of hoe heette die, waarvan de burgemeester zei, die ga ik omarmen. Dat doen we ook, want dat geeft aan dat de sfeer tussen zowel raad, en ik heb dat gemerkt, ik heb dat ook nog eens gecomplimenteerd de beide partijen, zowel de SP als PK, dat zijn toch oppositiepartijen, maar die toch altijd positief meedenken. En een kritisch geluid laten horen, maar ik heb ook gevraagd om dat van de coalitiepartijen te horen, want ja, je denkt dat je het goed doet, maar soms kan het nog beter, en dat hoor je dan graag. Nou ja, de onderhandeling is een groot woord, maar de beschouwingen verlopen een goede sfeer. We hebben geen grote meningsverschillen in deze gemeenteraad. Dat stond eigenlijk voordat we begonnen aan deze periode eigenlijk al minder of meer vast. Dat zijn accentjes, de ene wil links en de andere iets meer rechts, maar dat zijn geen grote verschillen. Het is heel positief, we werken als raad heel erg constructief samen. Vorige week hadden we ook een raadsbrede motie met betrekking tot maaltijdvoorziening. En nu zie je ook dat de beschouwingen allemaal positief zijn over de uitvoering van de zaken die het college doet, waarbij we gewoon met z'n allen wat verbeterpunten meegeven. En daar hopen we straks die nog neer te kunnen leggen bij het college. Dat is goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. We hebben hier anders gestaan. Toen ik in 2010 wethouder werd, hebben we voor 3 miljoen moeten bezuinigen. Dus dat was een hele andere koek. En nu hoeven wij niet.